Ja, daar heb je weer één van hun maskerades. Hun gelach. Hun gevlieg op de trap. Hun opgewonden stemmen. Wat een onzin om elkaar op een vastgestelde dag, op een vastgesteld tijdstip, om de hals te vallen. Omdat het jaar wisselt. Mijn leven lang heb ik van dat soort hysterie moeten kotsen. Ik zou eens met mijn levensloop voor de draad moeten komen. Hoeveel vrouwen doen dat wel niet? Er wordt over hen geschreven, ze worden gedrukt, ze zetten een hoge borst op. En mijn verhaal zal heel wat interessanter zijn dan hun vrouwenkeul. Ja, ik sta ervan te kijken. Maar ik kan zeggen dat ik heb geleefd. En zonder er om te liegen of me grootste voor te doen dan ik ben. Zouden ze een hoop te zeggen hebben als ze mijn naam en portret in de etalage zouden zien en de wereld de waarheid te horen zou krijgen. De werkelijke waarheid. De mannen zullen met trotsen aan mijn voeten liggen. Je kan nog zo lelijk zijn als de nacht. Als je beroemd bent, dan vliegen ze erop af. Misschien kwam ik er wel eentje tegen. Die wat om me geven zou.